mensen, wij gaan vandaag zoveel mogelijk keer in een attractie. Het is winter Efteling, dus het is helemaal niet druk. Ik zal hier nou zie je ook de parkeerplaats. Ja, heel mooi. En ja, we gaan gewoon zoveel mogelijk in attractie. Dus dat wordt leuk. Let's go. Dus gekozen voor de Bob. Geen idee, er stond 5 minuten, dus ik denk niet dat het gaat lukken. Maar we gaan zien en anders vatten we gewoon een andere attractie. Maar we zijn wel op de Belgische televisie gekomen, of niet? Ja. Want er was ook iemand, zo met GoPro's. En we waren van de Belgische televisie. En ja, daar staan we in ook op. Oh, dikke zon. Straks gaan we dan pakken. Joris en Draak? Ja, is goed. We gaan naar de Joris en Draak, jongens. We zijn nu onderweg naar de Joris en de Draak. We lopen nu langs de Piranha. En vanaf hier kan je zien dat de Vliegende Hollander helemaal in stijgers is. Dus... we gaan erin en zo vaak mogelijk blijven zitten. Godverdomme. Hé, bij vuur kan het. Nee, dat teringdruk. Dat lukt echt niet. Kut. Misschien bij de Python. Was echt te druk of niet, Lars? Ja, godverdomme. Nee, we gaan nou naar de Python. Kijken of dat daar wel lukt. We staan nu bij de Python. Hij doet het, dus hij is open. Mooi. Ja, we gaan doorlopen. Oh ja, als we doorlopen, dan kunnen we het treintje nog halen. Ja! En kijken of dat we kunnen blijven zitten. Dat wordt hem denk ik niet. Uit. Maar...
dus wel gelukt, maar hoeveel keer wij bleven zitten, ik heb ook geen idee. Ik ben het gewoon nou ook bijna aan het bewerken ook gelijk. Maar het is echt 3 of 4 weken later ondertussen al, maar goed, het geeft allemaal niet. Maar ik hoop dat je het oprecht leuk vond. Doe even een like, abonneer even en check ik jullie later. Houdoe!